Ons het nou die effek van inkomen op vraag redelijk deurgetrap. En nou gaan ons naar die ander nie prijsdeterminante van vraag kyk. Hoe gaan ons doen? Wel basis hetzelfde als wat ons met inkomen gedoen het. Ons om dit in woorde vraag, wat is die effek? Met inkomen het ons ook gaan kyk in die skedule en ons het in symbole dit voorgestel en dan laastens deur middel van een grafiek. Van die vier gaan ons op drie concentreer. En ek wil hê jy met die drie stappe of die drie methodes deel van jou mondering maak as jy na ekonomie kyk. Ons kan ekonomiese terme of ekonomiese begrippe of ekonomiese gebeure in woorde oordra of in simbole of deur middel van grafieke. En elk van hierdie drie moet dieselfde story vertel. Ons het gesê, as daar een toename in inkome is, lei dit tot een toename in vraag, in woorde. Ons het ook gesê, een toename in inkome, lei tot een toename in vraag, in symbole. Ons het ook gesê, een toename in inkome, lei tot een toename in vraag, wat voorgestel word, deur een rechtswaartse verskuiwing van die vraagkromme. So die drie methodes, in woorde, in symbole of grafies vertel dieselfde story. Nou gaan ons kyk na die ander determinante. En met elk van dit gaan ons op hierdie drie benaderings concentreer. Ons gaan dit eerst in woorde stel en dan in symbole en dan grafies. En elk van die moet dieselfde story vertel.